Petticoat speelt zich af in de jaren 50, de tijd van de petticoats en de suikerspinnen. En wij gaan vandaag eens kijken of bekend Nederland zich massaal in de petticoats heeft gestoken. Dus let's find out. Jij maakt me blij, al met dat lachje rond je mond, dacht jij de bloemen uit de grond. Jij maakt me blij, en in je hemelsblauwe ogen zie ik gouden regenbogen. Jij, alleen jij, nou is het jij. Heb je heel lang voor de spiegel gestaan vandaag, viel het mee? Nee, het viel heel erg mee. Wauw. Dankjewel. Ja, ik vind het echt fantastisch. We zijn een beetje outfits aan het kijken en kijken of mensen leuke petticoats of wat dan ook aan hebben. Nee, maar, dat doe ik niet meer. Waarom niet? Dat kan je makkelijk hebben. Die helmet was toch gaaf? Toch, John? Ik kan zich die tijd helemaal niet meer herinneren, toch? No. Jullie zijn een soort van twin. Wij zijn helemaal gematcht. Jullie zijn een setje. Ja. Wat leuk. Een setje zonder lovers vandaag. Nee, maar wel leuk, want jullie zijn een soort van Delfts blauw, oud-Hollands. Ik snap het, hè? Ja, ja. Jaren 50. Ja, eigenlijk iemand die het snapt. Nee, ja, ik vind het gaaf. Heb je dit nou speciaal gekocht voor je zwangerschap of had je dit nog in de kast? Nou, om eerlijkheidshalve te bekennen, dit had ik nog in de kast. Ja, maar het ziet eruit als een soort van, hoe noem je dat, zwangerschapsjurk? Positiejurk. Positiejurk, dat ja. Is dat een compliment, Hein? Ja. Het was eigenlijk zijn idee, daar ben ik heel eerlijk in. Zei ik, nee, dan gaan we met z'n tweeën gaan. Gekleed door, je hebt een echte pater aan. Ik heb een echte pater. Mooi, hè? Heb je mijn... Oh, je moet ik even laten zien, hè? Je zwart-witte sokken. Ja, nou, het zijn dus geen sokken, het zijn dus mouwophouders. Dus ik heb een soort van teenvrij slippertje aan in deze schoenen. Wij gaan nooit niet naar het buitenland, daar eten ze zo raar. Dan komen strakjes nog haar hobby's en de loopbaan van papa. Jij bent officieel de eerste petticoat. Ik verbaas mij. Ik ja, ben echt. Ik ben er een van 13 in een dozijn. Nee, nee, echt. Over petticoats. Ja, ik vind het echt. Maar zeg, draai eens even om. Ja, echt. Helemaal fantastisch. Wat ik zo leuk vind, is dat mannen kunnen eigenlijk altijd alleen maar een leuk pak aan. Maar ik vind dat je hele origineel revers en strikje hebt. Ja, mijn Hans heeft dat vervaardigd. Die dacht, we maken er een musical van met een gouden randje. Golda, je hebt een soort van moderne petticoat ook aan, hè? Nou, het is eigenlijk een hele oude. Hij is echt heel oud. Maar hoe oud dan? Ja, nou, ik denk 20 jaar of zo. Hoe kom je eraan dan? Nou, het was voorheen eigenlijk, het wordt een heel lang verhaal. Een ballerina, is echt zo'n klassieke bledjurk. Maar ik ben iets gegroeid, dus ik heb de bovenkant eraf laten halen en de onderkant bleef over. Veraman heeft een petticoat aan. Ja, leuk hè? Ja, fantastisch. Heerlijk. Ik had verwacht dat er meer mensen met een petticoat zouden zijn, maar je bent nu geloof ik pas de tweede of de derde die we zien. Oh, gelukkig, dan zijn we toch nog een beetje origineel. Ja. Samen met Wilbert. Yes. Ja, ik had ook gezegd, ze mag er nooit mooier uitzien dan de hoofdrol. Nee, dat is waar. Weer niet gelukt. Heb je lang voor de spiegel gestaan of was ja, het... Ik ben vanmorgen om 8 uur begonnen. En ik dacht van, zal ik de knoopjes voordoen in zien. De rits? Ja. Of zal ik hem aan de zijkant doen? Ik heb toch uiteindelijk besloten om de rits aan de achterkant te gooien. De voorstelling zit erop. Het is nu 9 uur. Iedereen is laaiend enthousiast voor alleen maar ontzettend positieve geluiden omheen. Het is wachten op de cast. Die komen dadelijk van deze trap naar beneden. En dan gaan wij eens even kijken wat ze aan hebben. Het is klaar. Ja. Hoe voel je je? Ja, ik ben heel blij en opgelucht en heel trots op de hele cast. Mag ik vragen wat je aan hebt? Ja, ik draag een jurk en die moet morgen weer terug. Maar hij is van... Hij is prachtig. Dank je. Hij is van Blue Marine. Ja. Misschien maakt me lekker. Ik heb geen idee. Ik ben er blij mee. Het is een Italiaans pak. Doe maar. Italiaanse schoenen. En een heel kleine... Italiaans kettingje. Detail. Ik heb een creatie aan van Dolce & Gabbana. Maar... €600. Wat?
poetjes van mezelf. Goed zo. En die lippenstift ook helemaal te gek. Ook van mezelf. Weet je, het is niet heel gala-gala, maar ik ben ook niet zo'n gala-gala type. Maakt niet uit. En hiermee kan je gewoon lekker zuipen zonder dat je je zorgen hoeft te maken over of iets wel of niet heel duur is. Precies. Het was prachtig, het was leuk. Maar ik heb mijn schoenen uitgetrokken, want ik trek dadelijk toch echt weer een joggingbroek aan. En dan ga ik lekker op de bank zitten. Ik heb ervan genoten, ik hoop jullie ook. En ik zeg tot een volgende keer.